Het Groningen Museum ziet haar bezoekersaantallen met een derde stijgen ten opzichte van vorig jaar. Ondanks de tentoonstelling van Mariko Mori, die veel bezoekers trekt, denkt het museum toch dat de stijging van het aantal bezoekers voor een groot deel te danken is aan het slechte weer van de afgelopen tijd. Als ik kijk naar het cijfer van vorige week en die week daarvoor, en het was het ook slecht weer, kun je zeggen een gemiddelde van 30% stijging van museumbezoek. Dus voor u kan het wel blijven regenen? Nou, voor mij persoonlijk niet. Ik vind het heerlijk als het mooi weer is, maar voor het museum is het echt... Ja, mensen vinden het dan plezierig om in het museum te zijn. En zeker als je leuke dingen te zien hebt of dat je dingen kunt beleven, is het museum natuurlijk een ideale plek. En ik weet ook in de zomer krijg je ook een totaal ander publiek dan gedurende het jaar. Het is ook meer toerisme in het museum. En het zijn weer andere bezoekers. Dus ja, ze verlangen ook iets. Heb je dan een goed product? Ja, dan levert het meer op natuurlijk.